Hij is nu 37, maar op 15-jarige leeftijd debuteerde Klaas Wakker in de hoofdmacht van SV Urk. En in dat eerste jaar, wanneer Urk kampioen werd, hield hij zich als junior moeiteloos staande. Hij was voetbal slim. Hij kan de bal geweldig vasthouden. Als hij één keer de bal had en hij was in beweging, dan was het ook echt in beweging. En dan was ook niemand die hem tegen kon houden. Met Urk promoveerde Wakker in zijn debuutjaar naar de op 1 na hoogste amateurklasse van Nederland. Klaas Wakker, ja, doelpunt. Een carrière in het betaalde voetbal leek slechts een kwestie van tijd. Als hij nou 20 jaar was geweest en hij had geen mankementen met zijn knie, dan had het een fantastische event geweest. Het is een winnaar. Het is echt een winnaar met een geweldige spelvreugde. De prestaties van Wakker bleven niet onopgemerkt. De profclubs Sparta Rotterdam en Vitesse uit Arnhem probeerden de talentvolle Urker voetballer in te lijven. En jawel, de 2-0 is binnen. Een overstap naar het betaalde voetbal leek aanstaande. Nou, net op het moment dat ik daar aan dacht, toen kreeg ik een vrij zware blessure. En dat was eigenlijk het eerste teken dat ik zoiets had van, hey, er is nu iemand die zegt tegen mij van, oh Klaas, dit is al een teken, ik wil jou daar niet naartoe hebben. Maar toen op een gegeven moment toen lag ik dan in het ziekenhuis en toen kreeg ik bezoek van een dominee en die zei van, nou Klaas, dit kan wel eens een teken zijn dat je nu op zoek moet gaan naar een andere training. Ja, daar had hij op dat moment gelijk in. Was God die zei tegen mij van, ik wil je hier hebben en je gedenkt maar dat je 6 dagen moet arbeiden. En dat is even de rustdag is. Wakker koos dus voor het geloof en niet voor een carrière in het betaalde voetbal. En daar heeft hij 7 jaar na zijn afscheid bij Urk nog geen spijt van. Dit leven met God is vele malen gelukkiger dan een leven zonder God.